Deze opgave, dat is echt van examenniveau. En bij het examen kun je eigenlijk verwachten dat je best wel veel dingen met elkaar moet combineren. Dan kan meteen getest worden, niet alleen of je dingen kunt combineren, maar dan kunnen heel veel verschillende dingen worden afgekaderd. Nou, wat bij dit plaatje de vraag is, ik heb het al met een vraagteken aangegeven, dat is wat zijn de coördinaten van B? Als gegeven is lijn L, de formule L dubbele punt I is 2x plus 8, er is een parabool getekend waar de y-coördinaat van de top van gegeven is, er is ook gegeven dat die parabool de oorsprong snijdt en dat die door het punt A 14,0 gaat, en er is gegeven dat lijn K loodrecht staat op lijn L en ook door punt B gaat en door punt A gaat. Nou, wat als al deze gegevens gegeven zijn? Ik kan me voorstellen dat je door de boom het bos niet ziet. En achteraf krijg je dan altijd te horen hoe die opgave moet. En dan denk je, ja, als ik de beginstap had geweten, dan kom ik eruit. Maar dat is vaak het probleem. Dus daar wil ik je bij helpen, deze video. Nou, het eerste wat ik zou doen, dat is een aanpak opschrijven. Dus hoe ga ik dit aanpakken? En houd dat de volgende tip in het achterhoofd. De eerste stap bedenken is heel erg lastig bij deze opgave. Dus wat doe ik? Ik ga de allerlaatste stap bedenken en dan ga ik als het ware terugwerken. Nou, wat is de laatste stap? Ja, de coördinaten van B uitrekenen. Maar wat zou ik daarvoor nodig hebben? Nou, wat heb ik daarvoor nodig? Dan moet ik de formule, dus als ik de coördinaten van B wil uitrekenen, dan moet ik formule K en dan moet ik de parabool, dus dat noem ik even formule P, dus de formule voor de parabool, dat wordt dadelijk P, dubbele punt, die moet ik met elkaar snijden. En dat brengt me wel een stap verder, want ja, stel ik zou dat gegeven hebben, wat de formule van K is, en wat de formule van de parabool was, dan kon ik nu meteen het snijpunt bepalen. Maar dat weet ik niet. Dus de vraag is, hoe ga ik de formule van K opstellen? Dat is dus wel de volgende stap. Dus ik moet de formule van K gaan opstellen. Nou, en hoe ga ik de formule van K opstellen? Door gebruik te maken van de eigenschap de richtingscoëfficiënt van K keer de richtingscoëfficiënt van L, die staan loodrecht op elkaar, dat moet gelijk zijn aan min 1. En de richtingscoëfficiënt van L, die is gewoon bekend. En wat is nog gegeven als ik de formule van K wil opstellen? Lijn K, die gaat door het punt A 14,0. Dus dit zijn voldoende gegevens om de formule van K op te stellen. Nou, wat moet ik ook nog weten? Wat is de formule van de parabool? En dan ga ik ook terugdenken, ja, hoe ga ik de formule van de parabool opstellen? Nou, er is gegeven wat de snijpunten met de x-as zijn. En op het moment dat dat bekend is, dan moet je weten dat de parabool deze vorm heeft. P dubbele punt, I is A, x min d. X min e. Dit is de formulevorm waarbij ik hier de snijpunten met de as heb. D, 0 en e, 0. Dus als ik de x-coördinaten op de plek van d en e invul, dan ben ik er. En ik weet ook dat de parabool nog door de top gaat. En met behulp van die top kan ik dan de factor a uitrekenen. Je ziet dat ik dus helemaal aan het terugpuzzelen ben. Tot het moment dat ik zeg van ja, oké, nu weet ik voldoende, nu kan ik gaan beginnen. En dan schrijf ik eigenlijk het stappenplan andersom op. Oké, dus wat ga ik als eerste doen? Ik ga als eerste de formule van de parabool opstellen. Daarna ga ik de formule van K opstellen. En dan kan ik de coördinaten van B uitrekenen. Zorg dat je dit echt vaak inzet. Ik denk dat dit een hele handige en bruikbare tip is. En mensen realiseren zich dit vaak niet. Dan beginnen ze willekeurig en hopen ze dat ze goed uitkomen. Maar ja, dat is vaak geen effectieve oplossingsstrategie. Nou, het eerste, de formule van de parabool. Nou, de parabool die gaat door de oorsprong, en nou, dat kan ik als volgt opschrijven, de oorsprong, 0,0, en door het punt A, 14,0. Dus, P dubbele punt, I is A, en nou, dan krijg je x min 0, en dat vermenigvuldig je met x min 14. Dus op de plek van de D vul ik 0 en op de plek van de e vul ik 14 in. Nou, dan is er ook nog, de top t is bekend. Nou, de x-coördinaat overigens nog niet, dus dat had ik hier eventueel nog kunnen opschrijven. Hoe kan ik de x-coördinaat van die top uitrekenen? Nou, je moet weten dat een parabool symmetrisch is. Dus, nou, ik zal het even hier opschrijven. De x-coördinaat van t
Dat is niks anders dan het gemiddelde van de x-coördinaten van de snijpunten met de x-as. Nou, dat is 0 en 14. Ja, want het gaat hier door 0,0 en hier door 14,0. En als ik dat door 2 deel, 14 gedeeld door 2, dat is 7. Dus wat weet ik bij die parabool? Nou, die parabool die gaat ook nog eens door het punt 7,1214. Nou, dan kan ik verder. Nou, dus dan kan ik zeggen, nou, dan kan ik dus de a gaan uitrekenen. Want op de plek van de x kan ik nu 7 gaan invullen. Dus hier ga ik 7 invullen. En die 12,1,4, dat is de y-coördinaat. Dus dat ga ik dadelijk op de plek van de y invullen. En ik doe het linker en het rechterlid omdraaien, zodat de a al aan de juiste kant staat. Nou, dus wat krijg ik? Je krijgt hier a keer 7 min 0. En dan krijg je hier ook nog eens 7 min 14. En dit moet gelijk zijn aan 12,1,4. Nou, kan ik uitrekenen naar 7 min 0, dat is 7. 7 min 14 is min 7. 7 keer min 7 is min 49. En dan moet ik dan ook nog een keer a doen. Dus je krijgt hier min 49a is 12,1,4. Nou, dan kan ik links en rechts door min 49 delen. En reken maar voor jezelf na, dan kom je op min 1,4 uit. En dan heb ik de formule van de parabool. Dus de formule van de parabool, dat is y is min 1,4. En dan krijg je hier x min 0. Nou, dat schrijf ik nu gewoon op als x. En dan x min 14. Nou, x min 0, dat laat je dan nooit staan in de eindstap. Want dat is toch gewoon gelijk aan x. Nou, de parabool heb ik. Dan kan ik naar de volgende stap. Ik ga de formule van k opstellen. Nou, ik begin dan altijd met de formulevorm voor k. Dat is een rechte lijn. Dus je krijgt k dubbele punt. Y is ax plus b. En waar is de richtingscoëfficiënt gelijk aan? Nou, a, dat is dus gelijk aan de richtingscoëfficiënt van k. En er is gegeven dat k loodrecht op l staat. Nou, wat geldt er nu dan? Nou, er geldt, had ik net hieronder ook al opgeschreven, a, dat is de richtingscoëfficiënt van k. Als ik dat vermenigvuldig met de richtingscoëfficiënt van l, dan moet er min 1 uitkomen. Nou, de richtingscoëfficiënt van l, dat is gelijk aan 2. Dus je krijgt a keer 2 is min 1. Nou, dan hoef ik alleen nog maar links en rechts door 2 te delen en dan kom je op min een half uit. Dus wat krijg ik nu? K dubbele punt y is min een half x plus b. Nou, waar gaat k ook nog doorheen? Door het punt a, 14,0. Dat kan ik ook weer gaan combineren. Dan krijg je min een half keer 14. Ik ga de x ga ik vervangen door 14. En ik ga de b zo afstemmen dat er wel 0 uitkomt. Min een half keer 14 is min 7. Nou, dan doe ik links en rechts plus 7. Dus je krijgt b is 7. Dus wat volgt hieruit? De formule voor k. Dat is y is min een half x plus 7. Nou, nu ik de formules heb, kan ik het snijpunt gaan bepalen. Nou, schrijf ook altijd op dat je dat doet. K en p snijden geeft. Dan krijg ik een vergelijking. Dan kan ik zeggen min een half x plus 7 is gelijk aan min 1/4 x keer x min 14. Nou, ik ga eerst de haakjes uitwerken. Nou, dan krijg je min 1/4 x keer x, dat wordt min 1/4 x kwadraat. En min 1/4 x keer min 14. Dat is gelijk aan min 3,5 keer x. Je ziet dat ik een kwadratische term heb, twee termen met een losse x en een los getal. Dus dit is een kwadratische vergelijking. Dan haal ik altijd alle termen naar links. Die min 1/4 x kwadraat, dat wordt plus 1/4 x kwadraat als ik dat naar links haal. Die min 3,5 x, als ik die rechts weghaal, moet ik er 3,5 x bij optellen. Nou, er staat links nog min een half x. Dus nou, als ik dat eigenlijk bij elkaar optel, dan kom je hier uit op plus 3x. Ik zie trouwens dat ik een fout heb gemaakt. Je ziet hier min 1/4 keer min 14 staan, dus dit moet een plus zijn. Dus excuses. Nou, goed dat ik het nu nog zie. Dus goed opletten, want je hebt snel een fout gemaakt. En dan geldt dat ik natuurlijk aan beide kanten min 3,5x moet doen. Nou, er staat al min 1,5x, dus dan kom ik hier uit op min 4x. Nou, ik moet ik ook nog niet opschrijven, die plus 7, die staat ook nog links, dus die neem ik gewoon over.
En als ik een kwadratische vergelijking heb, dan wil ik altijd als eerste van een breuk af. Ja, daar hou ik niet van. Nou, er staat 1 vierde voor de x kwadraat. Als ik nu alles keer 4 doe, dan staat er hier een x kwadraat. En dan krijg je hier min 16x en dan krijg je hier plus 28. Nou, probeer maar eens voor jezelf of je dit kunt ontbinden in factoren. Twee getallen waarvan het product 28 is en waarvan de som min 16 is. Nou, dat zijn de getallen min 2 en min 14. Dus je krijgt x is 2 of x is 14. Nou, is dat logisch? Ja, want de parabool die snijdt de lijn k in twee punten, in punt a en in punt b. Dit hier is de x-coördinaat van a, dit hier is de x-coördinaat van b. Nou, de y-coördinaat van b, die kan ik vinden door de x-coördinaat van b of in de formule van de parabool of in de formule van de lijn in te vullen. Nou, ik kies hier voor de lijn, dus dan krijg je min een half keer 2 plus 7. Nou, min een half keer 2 is min 1, min 1 plus 7 is 6. En je ziet dat we op deze manier de coördinaten van b hebben achterhaald. 2,6. Dus nogmaals, hopelijk dat deze aanpak je helpt. Niet willekeurig beginnen en hopen dat je goed uitkomt, maar terugredeneren. Nou, hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.